Bij een nieuwe tutorial van Made by Siem. De uitdaging, deel 12. Deel heeft even op zich laten wachten. Wat hadden we eerst gedaan? Vond en ik hadden eerst samen het badkamermandje gemaakt. Hè. Die heb ik even bij mij in de badkamer staan. En toen besloten we naar de keuken te gaan. En toen heb ik een magisch pannenlap gemaakt. En Vonne die kwam met de nostalgische... Was het nostalgische? Nee, de pittige pannenlap. Daar kwam ze mee. De pittige pannenlap. Zij heeft hem volledig in het wit gemaakt. En ik heb hem met verschillende kleurtjes gedaan. En toen kwam ik met de emoji pannenlap. En toen heb ik Vonne als cadeautje. Wat sponsgaren toegestuurd, omdat ze dat niet kende. En toen heb ik haar vervolgens aan het einde van de tutorial van... deze pannenlap uitgedaagd om iets met dat sponsgaren te gaan doen. Nou, dat heeft ze gedaan. En zij heeft een zeeppomp wasdingetje, hoe noem je hem ook alweer, gemaakt. Nou, dan is altijd de bedoeling, hè, dat ik leg dit even aan de kant, dat ik die ook maak. Dat heb ik gedaan. Tada, dit is mijn variant geworden. Ik heb volgens mij, als ik het me goed herinner, heeft Vonne 2 toeren minder gedaan dan ik. Ik had 2 toeren meer nodig om tot deze hoogte te komen. Maar ja, het ligt ook een beetje aan welke haaknaald je dan gebruikt. En hoe lang je de steken maakt. En nou ja, daar ligt het dan een beetje aan. Dus ik had 2 toeren meer. Het bloemetje heeft zij van katoen gedaan. En ik wilde graag laten zien hoe dat er dan uitziet als je dat ook met dat sponsgaren doet. Nou, dat is dus zo. Die kleur... dit is aqua en dit is meer teal of petrol. En dit is meer de richting de mintkleur. Maar ik denk dat je die mintkleur wat minder goed kunt zien door de camera heen. Maar super leuk. Ik vond hem eigenlijk heel leuk om te doen. En ja, dat sponsgaren is wat lastiger om mee te werken. Maar wat een ontzettend gaaf idee heb jij daarmee bedacht. Echt heel leuk. Ja, en toen aan het einde van de tutorial, toen van Vonne's tutorial, die ik overigens ook even hier beneden in de beschrijving van de video zal plaatsen, daagde zij mij uit om iets nostalgisch voor in de keuken in een modern jasje te steken. Dus iets ouderwets, maar dan op onze eigen manier. Dat is volgens mij wat ze zei. Ja... Nu is het inmiddels al na de laatste aflevering van Vonne. Dat was ergens in mei. We zijn ruim bijna 4 maanden verder. Zij heeft volgens mij, kijk even, 28 mei heeft ze die video gepost. 4 maanden verder, dat betekent niet dat ik er 4 maanden mee bezig geweest ben. Maar ik heb er wel goed over nagedacht. En hier en daar wat dingen uitgeprobeerd. En jullie hebben natuurlijk de foto's al gezien aan het begin van deze video. Maar wat heb ik gemaakt? Ik heb een keukenschort gemaakt. Ik vind een keukenschort vind ik echt een stukje nostalgie in de keuken. En in een modern jasje, nou, kijk. Ik denk dat ik best redelijk moderne kleuren gebruikt heb. En wat moderne steken. Dit is dan de band. De band hier aan de bovenkant en de band om de taille, die zijn gemaakt met een Tunische haaksteek. En nee, je hebt geen Tunische haaknaald nodig. Dan hebben we hier de dubbele wafelsteek. Daar heb ik ooit een tutorial van
voor een babydekentje. Dus als je vindt dat ik het in deze tutorial wat te snel uitleg, dan kan je nog even daar gaan kijken. Daar leg ik het allemaal rustig uit hoe dat werkt. Nou, dan heb je hier dan weer de band en dan hier onderaan de golfjessteek. En dat is de rest van de schort. En helemaal de rand die ik omheen gedaan heb, dat is ook in de golfjessteek. Ik heb een beetje een standaard maat aangehouden. Ik heb een keukenschort als voorbeeld gebruikt. Ik kan je vertellen, ik heb heel veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Daar is ook best wel wat bloepenmateriaal van overgebleven. In eerste instantie ben ik hier aan de zijkant begonnen en heb ik zo geprobeerd om zo naar boven te werken. Maar toen ging dit, als je dan de dingen aantrekt, gaat dit helemaal zo lubberen, gaat het zo hangen. In plaats van dat het mooi langs je lijf blijft zitten. Dus dat werd hem niet en vandaar dat ik dus gekozen heb voor deze vorm. Ik kan er heel veel over gaan vertellen. Maar ik ga nu samen met jou de basis keukenschort, want dit is echt een basisschort, samen met jou haken. Alle informatie betreffende het garen dat ik gebruikt heb, de haaknaalden die ik gebruikt heb en waarde vertel ik allemaal in de video. Maar ik zal de hoeveelheid die ik gebruikt heb in de beschrijving hier beneden van de video neerzetten, zodat je daar even kan kijken. Wel wil ik even zeggen dat ik gewerkt heb met iShines en dan de Baby Cotton 100 gram. En dat is een Gaiza cotton. Dat is echt een super zacht katoen materiaal. Er staat op dit bolletje dat er 310 meter op zit. Maar dat is een misprint, dat is een misdruk. Er zit 210 meter op één bolletje. De hoeveelheid die ik gebruikt heb, vertel ik allemaal hier beneden. Kies voor jezelf wat je wil doen. Ik heb er gekozen voor katoen. Met name omdat ik vind dat je dat makkelijker en beter kunt wassen. Maar mocht jij anders vinden, mocht jij zeggen van nou, ik maak hem gewoon lekker met acryl. Want dat vind ik mooi en dat vind ik fijne haken. En die keuze is niet aan mij. De keuze is aan jou. Het enige wat ik je kan aangeven, dit heb ik ongeveer gebruikt. En misschien heb jij dan meer of minder nodig als je ander materiaal gebruikt. Pin me dan niet vast op hetgene wat ik aangegeven heb dat ik gebruikt heb. Anyway, alweer ruim 7 minuten volgekletst. Ik heb ervan genoten, maar ik heb ook hier en daar wel eens gemopperd. Omdat het niet helemaal ging zoals ik wilde. Maar het eindresultaat is wel heel gaaf, al zeg ik het zelf. Dus, iets van nostalgie in de keuken. Voor de uitdaging is voor mij geworden de keukenschort. De basis keukenschort. Geniet ervan. Dag! Niet geheel onbelangrijk is bij deze tutorial, je centimeter. Deze de kant. Ik ga beginnen met de band. Dus als ik hier zo de tekening zie, dan ga ik beginnen met deze band. Maar ik ga hem niet over zo haken, maar ik ga hem over zo haken. Dus ik begin hier en ik maak hem in de lengte. Ja? Ik ga dit doen met een Tunische haaksteek. Maar wel met een gewone haaknaald. Ik had eerst bedacht om hem in de lengte te maken. En toen dacht ik van ja, maar heel veel van jullie hebben geen Tunische haaknaald. En dan moet je speciaal een Tunische haaknaald aanschaffen. Nou, dat gaan we niet doen. We doen het met een gewone haaknaald. Als je de Tunische haaksteek
niet fijn vindt. Het lukt je niet. Of je vindt het gewoon niet mooi. Weet je? Dan doe je gewoon lekker vasten. Dat is ook prima. Je maakt er gewoon jouw schort van. Het enige wat ik doe is laten zien hoe ik hem maak. En nou ja, maak er je eigen ding van. Ik begin in ieder geval met een lus op mijn haaknaald. Dat doe ik op deze manier. Zo. En dan begin ik met een aantal lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nou ben ik even vergeten. Ik heb hier een schort liggen. Pak ik even zo die. Kijk, hier heb je die. Die band. Ik wil even kijken hoe breed deze is. Waar is het begin? Even kijken. Deze band is breed. Iets meer dan 4 centimeter. En dit is nu. Ongeveer 4 centimeter. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan doe ik 7 en nummer 8. Ja, 8 lossen. Dan sla je de eerste over en dan ga je naar de tweede lossen. Dan steek je in en haal je draad op. Dan gaat naar de volgende. Daar steek je in en je haalt je draad op. Naar de volgende, insteken, je draad ophalen. De volgende, insteken, draad ophalen. De volgende, insteken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen. Nou, dat past allemaal prima. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lusjes op je haaknaald. Je slaat. Heb ik ze allemaal? Ja. Je slaat om en je trekt hem door 1 lusje heen. Dan sla je om. Dan trek je hem door 2 lusjes heen. Omslaan door 2. 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 Omslaan en door de laatste 2. En dan heb je je eerste toer gedaan. Volgende toer. Dit is de eerste lus. Hier zo. Die sla je over. Je gaat naar die volgende. Die zit hier. En dan heb je hier zo'n streep lopen. Zo'n stukje draad lopen. Hier zo. Daar steek je onder. Omslaan. En doorhalen. Naar de volgende. Daar onderdoor. Omslaan. En doorhalen. En zo doe je dat bij alle steken. En dan heb je hier de laatste steek. Die zit hier. Nou, kan je hier de laatste steek pakken en die lus hier aan de achterkant erbij pakken. Dat is zoals je aan de bovenkant een mooie afwerking gaat krijgen. Maar op de een of andere manier gaat dat bij mij altijd, ja, dat hij zo gaat lopen. En dat vind ik niet mooi. Nou, en we gaan hem straks toch nog verder afwerken. Dus ik pak niet 2 lusjes, maar ik pak alleen de eerste. Ja, doe dit zoals jij dat wil. Omslaan. Onder 1 door. Omslaan. Onder 2. Omslaan. Onder 2. Omslaan. 2. 2, 2, 2 en 2. Dan heb je 2 toeren gedaan. Dit is de eerste. Die slaan we over. We gaan naar de volgende. Die zit hier. Gewoon eronder door. Omslaan en doorhalen. En dat doe je weer bij alle steken.
laatste, die zit hier aan de zijkant. Kijk, deze hebben we gehad. En dan zit hier aan de zijkant zit er nog eentje. Ik doe hem onder eentje door. Maar doe er gerust onder twee door. Omslaan. De eerste maken we eerst een losse. Dus we doen hem hier onder één door. Omslaan. Door twee. Door twee. 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 En twee. Nog een keertje doen. Dit is de eerste. Die slaan we over. We gaan naar de volgende. Onderdoor. Omslaan. Ophalen. Eigenlijk pik je gewoon steken op. En als je er niet zeker van bent of je alle steken hebt, zoals in dit geval, dan tel je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En je moet er 8 hebben. Dus die steek aan de zijkant hier, die moet je ook nog pakken. Dan heb je 8 lussen op je haaknaald. Omslaan. De eerste is altijd door 1. En daarna omslaan en door 2. Vind je dit niet mooi? Vind je dit niet leuk om te doen? Nou, dan zet je gewoon, 8 lossen op. En dan steek je in de tweede vanaf de haaknaald in. En dan maak je gewoon vaste. En aan het einde van de toer doe je 1 losse. Dan draai je je werk. En dan zal ik het anders ook even laten zien. Voor het geval, wacht, pak ik even hier een stukje. Met een ander kleurtje. Zo. Nou, of toch bezig zijn, kan ik het net zo goed even laten zien. Een lus op je haaknaald. Dat zou ik dan overigens niet met de 5,5 mm doen, maar gewoon met de 4,5 mm. 5,5 mm voor deze is omdat je een tunische haak steekt. Die haak je altijd met een, in ieder geval 1 maat groter. En nou ja, het ligt er een beetje aan wat je maakt. Maar in dit geval met 1 maat groter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lossen. Dit is de eerste, die sla je over. Dan ga je naar de tweede, daar steek je in. Je haalt je lus op, je slaat om. En je trekt hem door 2 lussen op je haaknaald. Dat is 1. Volgende. Insteken, draad ophalen, omslaan. Door 2. Insteken, draad ophalen, omslaan, 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 door 2. Kijk, allemaal vaste. En dan in de laatste, insteken, draad ophalen, omslaan. Door 1. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaste. Je slaat om. Maakt 1 losse. Je draait je werk. En je maakt gewoon weer vaste in de eerste. In de tweede. Ik word geterroriseerd door een vlieg. Dus als je wat hoort brommen, dat is mijn vlieg. Of mijn vlieg, een vlieg. 3. 4, 5, 6 en 7. 1 losse, je draait je werk. Dit is je eerste steek, die losse telt voor niets. Dus je steekt in de eerste in. En je begint weer opnieuw. Weet je, dit kan je ook doen. Gewoon lekker doen waar jij je comfortabel bij voelt. En zo doe je dat. Oké, ik ga terug naar mijn werkje. Ik doe het nog 1 keertje voor. Die eerste hier sla je over. Je gaat naar je tweede hier. Daar steek je je haaknaald onderdoor. Je slaat om. En je haalt je lus op.
En dat doe je bij al die verticale streepjes die je ziet. Daarbij haal je allemaal een lus op. En dan die laatste hier aan de zijkant, onder één door en ophalen, ben je niet zeker, tel je lussen na. 2, 4, 6, 8 lussen. En je kan het ook zien, hè, want die streepjes lopen heel mooi netjes door of je alles gehad hebt. Heb je nou straks ergens dat het misgelopen is, dan zie je dat ook meteen. Ja? Omslaan. Door de allereerste altijd door één keer heen halen. En de rest haal je nadat je omgeslagen hebt door twee lussen heen. Dit gaat krullen. Dit gaat omkrullen. Zo. Dat is heel normaal bij deze steek. Maak je niet druk. Dat komt echt allemaal goed. Ik ga door. Ik ga een band maken. Die ik straks om mijn middel heen kan maken. Ik hou de maat aan van een doorsnee keukenschort. En bij mij was die keukenschort, die band daarvan, 1,96 meter. En daarmee kan je hem echt goed op je rug vastzetten. Dus ik ga nu een band maken van 1,96 meter. Dus dat kan wel even duren. Tot later. Zo, ik ben zover. Ik heb 1,96 meter voor de band. En ja, hij krult een beetje op. Dus dat heb ik ook. Maar dat komt echt allemaal goed. Ja, dus 1,96 meter heb ik genomen. De maat van een standaard schort. Nu ga ik de zijkant en deze kant ga ik netjes afwerken. Als je naar deze kant kijkt, dan zie je dat hij daar een mooi V'tje heeft. Zie je dat? Maar aan deze kant niet. Nou, daar gaan we nu voor zorgen. Je gaat net als net onder de eerste lus door. Zal ik iets verder inzoomen nog? Kijken of dat... Onder de eerste lus door, je haalt je draad op, trekt hem eronder door en direct door de lus op je haaknaald. Als het ware gaan we nu afkanten. Naar de volgende. Onderdoor, lus ophalen en doortrekken. En dit doe je ook met je 5,5 mm haaknaald, hè? Of in mijn geval dan een 5 mm. 5,5 mm. Onder de lus door, omslaan. Doorhalen en nog een keer doorhalen. Volgende. Onder de lus door. Omslaan en doorhalen. En dat doe je aan de hele bovenkant. Zo. En hier dan die kantsteek. Die pak je ook. En dan draai je je werk naar de zijkant. En daar ga je gewoon verder onder het lusje door halve vast te maken. Dus hier insteken, de draad ophalen en doorhalen. En doe dat niet te strak. En dat doe je dan tot aan het einde. En de laatste. En dan heb je hier de andere zijkant. En die vind ik op zich ook niet heel mooi afgewerkt. Nou, gaat daar straks waarschijnlijk denk ik nog wel een randje omheen. Maar goed... Ook
daar aan de zijkant, hoppakee, gewoon allemaal halve vaste. En dat hoeft niet hoor, als je zoiets hebt van, nou ik vind het wel prima zo, dan laat je het lekker zo. Zo. Ik wil even goed insteken. Hier de laatste. Dan doe ik nog één losse. Dan pak ik mijn schaar. Knip mijn draad af en ik trek hem door. Ja? En ja, hij zit bij mij nog steeds af en toe op sommige plekken gedraaid. Maar dat komt wel weer goed. Kijk, hier bijvoorbeeld is het heel gedraaid. Met katoen kan je daar straks eventueel ook de strijkbout op zetten. Mocht het niet weggaan als je helemaal klaar bent. Ja? Oké, okay. Ik ga even een deur open doen. Want volgens mij zit er een kat voor. Tot zo. Oké, okay. Wat gaan we nu doen? Nou, heel simpel. We gaan het midden zoeken. Dus we leggen deze twee op elkaar. En je kan de hele boel gaan tellen. Hè? Al die aparte toeren gaan tellen. Nou, zou ik niet doen hoor. Gewoon netjes op elkaar leggen zo. En dan kom je vanzelf aan bij het midden. Zo, dan heb je hier het midden. Die komt niet zo heel nauw hoor. Pak je een stekenmarkeerder en die zet je zo in het midden. Nou is de keukenschort aan de onderkant, het origineel wat ik gebruikt heb, 74 centimeter. Gaan we meten. Even kijken. Ik heb hier nog even een nieuwe getekend. 74 centimeter breed. En na de band 52 centimeter lang. Maar ik ga er straks nog een randje omheen maken. Dus ik ga hiervoor kiezen. In plaats van 74 ga ik er 72 centimeter van maken. Dan heb ik hier straks nog een centimeter. En hier nog een centimeter. Wat ik daarmee ga doen, ja, ik weet het niet. Dat weet ik nog niet. Maar in principe is het zo dat 72 centimeter of 74 centimeter maakt elkaar niet zo heel veel uit. 72 centimeter gedeeld door 2 is 36. Dus netjes afmeten, 36. Nou, dat is hier. En dan zit hij aan de onderkant natuurlijk precies hetzelfde. 36. Zo. En dan heb je dit gedeelte tussen de stekenmarkeerders is dan 72 centimeter. Ben je daar niet zeker van? Dan pak je je centimeter. En dan meet je het nog even na. Het komt allemaal niet zo heel erg nauw hè. En ja, ik werk niet op basis van het aantal steken, maar echt op het aantal centimeters. Gewoon omdat het ook makkelijker uitzoeken is. Ik zit op 74 centimeter. Dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Even kijken. Denk ik iets te vast aangetrokken. Ja. Nu zit ik wel goed. Gewoon iets te hard eraan getrokken. Even kijken. Mijn garen vraagt om haaknaald 4 mm. Deze steek die we nu gaan doen, die heeft ietsje een fluff nodig. Of even een beetje de ruimte nodig.
Anders wordt hij super, super stijf. Dus ik twijfel een beetje of ik nu ga kiezen voor een 4 mm haaknaald of een 4,5 mm haaknaald. Ik wil niet dat het een mega plank wordt, maar ik wil ook niet dat ik te veel ruimte ga hebben. Oké, ik ga het eerst proberen met een 4,5 mm haaknaald. Een beetje inzoomen. Op dit punt steek ik de haaknaald erin. Een lusje maken? Nee. Gewoon zo doortrekken. Dan doe ik 1, 2 en 3 lossen. En die 3 lossen die staan voor het allereerste stokje. In diezelfde steek, hierbij, doe ik nog 1 stokje. Eén stokje erbij. Dan sla ik er 2 over. 1, 2 overslaan. En in de volgende doe ik een vaste. En 2 stokjes. 1, 2. 1, 2 overslaan. En in de volgende een vaste. En 2 stokjes. 1, 2. 2 steken overslaan en in de volgende een vaste. En 2 stokjes. 2 overslaan en in de volgende een vaste en in dezelfde steek 2 stokjes. 2 stokjes. Zo. En dat doe je voorbij deze stekenmarkeerder totdat je in de buurt bent van deze stekenmarkeerder. En dan kom ik bij je terug. Twee stokjes. Twee overslaan. En in de laatste. Dat is de steek het dichtste bij de stekenmarkeerder. Nou, stel nu, hè, ik was hier precies op uitgekomen op die steek. Nou, dat is mazzel. Maar ik kom er nu 1 steek vooruit. Misschien kom je er 2 steken vooruit. Nou, kom je er 2 steken vooruit, dan zou ik de steek erna pakken. Maar het is pak de steek rekeningen houdende met het patroon die het dichtste bij je stekenmarkeerder ligt. 2 overslaan, voor mij is dat de steek voor de stekenmarkeerder en daar doe je alleen 1 vaste. Nou, de stekenmarkeerder kan er wel uit. Dan doe ik 2 lossen, dan draai ik hem om. En dan in die steek van de vorige toer, in die vaste van de vorige toer, daar doe ik er nog 2 stokjes bij. 1, 2. Dan sla ik 2 steken over en in de volgende een vaste en 2 stokjes. Eén, twee overslaan. En in de volgende, en dat is dan gewoon die vaste van de vorige toer, daar doe je een vaste en 2 stokjes. 2 steken overslaan, in die vaste hier een vaste en 2 stokjes. Jo, en dat is het eigenlijk. 2 overslaan. Een vaste
en 2 stokjes in dezelfde steek. 2 overslaan, in de volgende steek een vaste en 2 stokjes. Een vaste, 2 stokjes. En 2 stokjes. En dat doe je weer tot aan het einde van je toer. En dan ga ik je nog 1 keertje voordoen. Hoe je dat doet met het draaien. Ja? Tot zo. En dan hier de laatste, een vaste. Ja. 2 losse, een draaienwerk. En in die vaste die je net gemaakt hebt van je vorige toer, 2 stokjes. Dan sla je dit allemaal weer over. Dan ga je naar die vaste. Daar doe je een vaste. En 2 stokjes. Dit overslaan. Dus 2 stokjes overslaan. Naar de vaste. En in de vaste doe je een vaste. En 2 stokjes. 2 overslaan. En vaste. En 2 stokjes. 2 overslaan. Insteken. Een vaste maken. En in diezelfde steek 2 stokjes. Ja, en dat is het. En dat doe je totdat je een lengte bereikt hebt van ongeveer 52 centimeter voor een standaard keukenschort, of voor de lengte waarvan jij wil dat die gaat worden, rekening houden dat met zo moeilijk, hè, rekening houdende met het feit dat er nog een randje omheen komt. Ik zeg succes en vooral veel plezier. Geniet en tot later. En in de allerlaatste steek een vaste. Ik ben geëindigd aan de kant waar ik de achterkant van de band zie. Dit is de achterkant en dit is de voorkant van de band. Ja, dus ik eindig aan de kant waarbij ik de achterkant van de band zie. Ik heb de volledige lengte die ik graag wilde, heb ik bereikt. Als jij nu vaste gedaan hebt, kijk dan even welke kant jij de mooiste kant vindt. En de andere kant is dan de achterkant. Dat komt niet zo heel erg nauw. Op het moment dat je je laatste vaste gedaan hebt, dan doe je nog 1 losse. Dan pak je je schaar, klip je draad af en je trekt hem door. Ja? Nou, wat ik ga doen, ik draai mijn werk om, zodat mijn goede kant naar voren ligt. En de goede kant is dan bij het tunische haakgedeelte deze kant. Dan pak ik mijn groene kleur. Ik heb voor de schort heb ik 3 bolletjes van deze gebruikt.
Dit is in ieder geval mijn derde bolletje. En ik heb hier nog wel iets van over. Volgens mij is dit nog iets van 25 gram of zo wat ik ervan over heb. Ja? En er staat hier 310 meter. Nou, op een ander bolletje staat 210 meter. Ja, ik vind het super lastig om je dan te vertellen hoeveel het is. Snap je wel, hè, dat ik dat lastig vind dan. Nou, ik heb een hele rand gemaakt. Ik had de hele bovenkant al klaar. Vandaar dat je hier ook ziet dat er wat gaatjes in zitten. En van dat idee is dit het resultaat. Dat ben ik dus niet. Voor de tweede keer alles uitgehaald. Oh. Maar nu heb ik echt het beste idee ooit. Je stapt over naar je 4 mm haaknaald. We gaan nu vanuit het midden van die lap gaan we werken. Ik heb alvast even wat stekenmarkeerders gezet. Ik ga werken over een stuk van een veelvoud van 4 steken. Je werkt, even een centimeter erbij pakken. Je begint niet aan de zijkant. Dat heb ik geprobeerd. Dat is geen succes. Want dit ging zo hangen. Ja? Ik zal ongetwijfeld een blooper video maken ooit een keer. En dan zal ik alle stukjes erin plaatsen. En ik kan je vertellen, het zijn er heel wat. Oké. Okay. Dit stuk laat ik er afvallen. En dat is bij mij ruim 20 centimeter aan beide kanten. Ik had, hoeveel had ik in totaal? 72, hè? 72 hou ik, 20, hou ik 32 centimeter over. Nou, dat klopt. Als je hier goed kijkt, is 32 centimeter. Hoe en waarom doe ik dit? Nou, dat had ik in een vorig stukje ook uitgelegd. Hebben jullie niet gezien, want dat heb ik eruit geknipt. Ik heb een tekening gemaakt. Ik zal iets verder inzoomen. Een tekening gemaakt. Dus dit je lijf is. En dit is je taille. Waar die band zit. Ja. Dan heb je hier het onderste gedeelte. Waar we die golfjessteek gemaakt hebben. Die loopt trouwens hier zo. Iets verder doorlopend. Dit is dan het gedeelte van die 20 centimeter aan beide kanten. En dan is dit het gedeelte dat je moet gaan maken. Dat betekent dat als dit jouw bovenlijf is. En hier lopen jouw borsten. Mijn excuses voor mijn tekenkunsten. Hier lopen jouw borsten. Dan heb je aan de zijkant van je borst. Dus niet helemaal aan de zijkant, maar net iets schuin van je borst. Daar zou het moeten zitten. De maat die ik nu gebruik, die pas ik. En ik heb een grotere maat, maar ik heb hem ook gepast bij mijn pop Chica. En die heeft een maat 38-40. Dus ik, ja, ik denk dat dit een algemene maat zou moeten kunnen zijn. Bij mijn schort, die ik, dat is gewoon zo'n standaard schort, is het 22 centimeter. Maar dan denk ik echt dat als je hem op 22 centimeter doet voor een standaard maat. En volgens mij wordt je kleding dan nog vies als je de schort gebruikt. Dus dat zou ik persoonlijk niet doen. Vandaar dat ik voor 32 heb gekozen. Maar je moet het zelf even bekijken wat jij wil en wat je het mooiste vindt. Ja? Nou, dan pak je daar weer het midden van. 32 centimeter voor het middenstuk. Het is niet heel erg als je 1 of 2 steken ernaast zit. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Maar ik zou, ja, ik heb hier de steken geteld. Ja, ik heb hier 52 steken. En hier aan de zijkant heb ik er, geloof ik, aan beide kanten 30 of 31. Dat is eigenlijk wel het mooiste. En dat je het gewoon even telt. En als je dat lastig vindt, heb je geen zin om allemaal te tellen. Je kan ook deze tellen. En als allebei de kanten evenveel zijn, is dat ook goed. Ja, hier van die
dat dus. Ik switch dus naar een 4 mm haaknaald. Ik pak mijn mintkleurig garen. Als jij een ander kleurtje wil gebruiken of nou ja, je doet alles in één kleur, gewoon lekker jouw eigen schort maken. Ik steek de haaknaald op de plek waar ik de stekenmarkeerder gedaan had. Ik haal de stekenmarkeerder eruit. Zo. En ik trek de draad erdoorheen. Dan maak ik één losse. Om even wat strakker te zetten. Ietsje verder inzoomen. Misschien iets duidelijker. Het is misschien iets te ver. Zo. In deze steek waar we net ingestoken hebben, maak ik een stokje. En dit is een stokje met een gespleten draadje. Dus ik doe hem even over. Een stokje. Als je dat lastig vindt om te zien waar je stokje begonnen is, dan steek je onder de lusjes door een stekenmarkeerder in. Deze een beetje dicht op elkaar en dan maak ik mijn werk kapot en dat wil ik niet. Zo. Je zet gewoon je stekenmarkeerder onder die twee lusjes, dan weet je dat dit gewoon je eerste steek is. Nou en dan maak je in elke steek tot aan je volgende stekenmarkeerder. Maak je stokjes en dat moet een veelvoud zijn van 4. En bij mij zijn het er 52. Ja, dus tot aan hier 52. Stekenmarkeerder eruit en de laatste 52. Ja, dus dan heb je over de bovenkant heen stokjes. Ik heb er 52 stuks. Dan twee lossen. Dan draai je je werk. Je slaat deze over. Je gaat naar je volgende steek en dan maak je een vaste. Nee, een stokje. Ja. Omslaan. Volgende steek. De eerste twee hebben we dus gehad. En de volgende maken we een voorlangs reliëfstokje. Je steekt aan de zijkant in. Je gaat achter de steek langs. En aan de andere zijkant kom je weer omhoog. Je slaat de draad om je haaknaald. Je trekt hem onder het stokje door. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je slaat om, je trekt hem door 2 lussen, omslaan door 2. En dat doen we nog een keer. Omslaan, aan de zijkant van het stokje van de vorige toer insteken, achter het stokje langs en aan de andere zijkant naar boven. Omslaan, die draad die trek je onder je stokje door. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je slaat om, je trekt hem door 2 lussen heen. Je slaat om en trekt het door 2 lussen heen. Dan heb je dus met die eerste 2 lossen hier, heb je 2 gewone stokjes en 2 voorlangs reliëfstokjes. De volgende 2 steken, het zijn 2 gewone stokjes. De volgende zit hier, en een stokje, en een stokje. De 2 volgende zijn voorlangs reliëfstokjes. Dat is 1. En dat is nummer 2. De volgende 2 gewone stokjes. Gevolgd door 2. Voorlangs reliëfstokjes. En dat is de herhaling voor deze toer. En eigenlijk voor de aankomende toeren. Maar ik ga je zo meteen nog wel even laten zien.
Ja? Dus, twee gewone stokjes. En twee voorlangs reliëfstokjes. Ja. Twee gewone stokjes. En twee voorlangs reliëfstokjes. Nou, ga je even lekker door totdat je aan het einde bent van deze toer en dan zie je mij weer terug. En de laatste is ook een voorlangs reliëfstokje. En dan steek je aan de zijkant in. Nou, dan kan je niet helemaal omheen nemen, die laatste, maar dat is geen probleem. Zo. Ja, dus je, als het goed is, eindig je met twee voorlangs reliëfstokjes. Twee lossen. Draait je werk. En dan begin je weer opnieuw. De eerste steek na de twee lossen is altijd een stokje. Gevolgd door twee voorlangs reliëfstokjes. En dat is gewoon elke toer hetzelfde. Je begint met twee lossen en dan gewoon stokje, twee voorlangs reliëfstokjes, twee gewone stokjes, twee voorlangs reliëfstokjes en je eindigt elke toer met twee voorlangs reliëfstokjes. Elke toer is het gewoon hetzelfde. En hoe hoog ik dit ga maken, dat weet ik nog niet. Maar dat vertel ik je gewoon in de volgende clip, in het volgende gedeelte van deze video. Dan ben ik zover. En als jij dan gewoon even iets verder kijkt, dan weet je ook hoe hoog je het moet maken. Ja? Nou, vind je het lastig, dan kan je altijd de video nog een klein stukje terugzetten. Of kijken naar een andere video van mij, waarin ik deze steek heel geduldig uitleg. Die zal ik even linken hieronder in de beschrijving van de video. En aan het einde van deze video zal ik ook een link naar die video zetten. En dat is, volgens mij is het de dubbele Belgische wafelsteekdeken. Of babydeken is het, geloof ik, dat ik hem genoemd heb. Ga lekker verder, geniet ervan en laat de video even doorlopen zodat je weet hoeveel toeren je deze zulkmat gaan doen of hoeveel centimeters je nodig hebt. Tot zo! Even meten. Voor mij is het gedeelte met de stokjes en met de dubbele wafelsteek, zo noem ik hem maar even, 25 centimeter. Nou, het gaat nog een klein beetje uithangen. Ik ga nu even op de pop passen en dan ga ik even kijken hoe ver ik ben. Maar ik vermoed dat dit lang genoeg is. Dus ik ben zo terug en dan laat ik je weten of ik inderdaad ver genoeg ben. Ja? Ik maak even een nieuwe tekening. Ik ben niet zo goed in het tekenen. Dit is zo, dit is de taille. En dan heb je hier heb je de borsten. Lekker ongelijk, maar oké. Okay. Doe ik even zo, dat is dan de bovenkant. Ik ben geen tekenheld, hè, maar dat weten jullie. Dit is de oksel en dan heb je hier een arm. Ja? En dan krijg je hier zo, hoppakee, de nek en het hoofd. Bij mij
zit de schort nu hier ongeveer. Misschien ietsje lager, maar ongeveer echt net over de borst heen. Wat ik nu ga doen, en dan zit hij zo. En dit zit hier achter al met een lusje vast. Met deze, zeg maar, kan je maar aan de achterkant vastmaken. En dan loopt het rokgedeelte loopt mooi om je lichaam heen. Wat ik nu wil gaan doen is als ik nu hier uitzoomen. Ik kan het beter uitleggen. Als ik nu hier en hier de banden aan ga maken, dan krijg je hier van die flapjes die gaan dit doen. Dat wil je niet. Dus ik ga nu eerst een randje met vaste maken. En dan ga ik het wat innemen. Dus ik ga minder. En dat ga ik aan deze kant ook proberen. Ja? En dan probeer ik vanuit hier, gaan we de band erop maken. Dat is het plan. Ja? En die band die komt dan, zeg maar, als je hier hebt, dan komt die, dit gaat dan straks iets die kant op. Dat is wel een hele brede nek. Iets die kant op zo. En dan zou het lopen, die band zou dan hier gaan lopen. En die loopt dan achter in de nek. Aan de achterkant loopt het dan langs. Zo ongeveer. Ik ga even weer iets inzoomen. Zo. Ik ben aan de voorkant geëindigd. Die moet ik nog doen. Eigenlijk wil ik hier aan deze kant nog eindigen met een ribbel. En dat krijg ik niet als ik nu meteen een vaste toer ga doen. Dus ik ga nog een keer de toer herhalen. Twee lossen. En dan nog een keer hetzelfde patroon. En de laatste steek. Ik trek mijn draad even omhoog. Ik ben geëindigd aan de verkeerde kant. Wanneer ik hem nu omdraai, heb ik hier aan deze kant heb ik nog één zo'n randje zitten. En dat vind ik eigenlijk een mooiere manier om zo, kijk. Mooiere manier om nu te stoppen met deze kant. Het is 25, bijna 26 centimeter. Vanaf de band gemeten. En dat is groot genoeg. Ik doe één losse. Ik draai mijn werk. En ik ga nu wat minderen aan de bovenkant. In de eerste steek. Steek ik in, haal ik een lus op. De tweede steek ik in, haal ik een lus op. Sla om en ik haal hem door allebei de lussen op de haaknaald. Pak ik een stekenmarkeerder en die zet ik onder de eerste lus door. Want dan weet ik straks dat dat mijn laatste steek is. De tweede en de derde steek. Daar doe ik gewoon één vaste in. En de volgende twee steken haak ik weer samen. Dat doe je door insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle drie de lussen heen. Dan weer 1, 2 keer een gewone steek en dan weer insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen. En doorhalen. En dan moet ik even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wat je nu doet is aan deze kant 10 steken tellen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan in de tiende steek hier, daar zet je even een steekmokje. Ja? Nu haak je alleen maar vaste totdat je bij de stekenmarkeerde aangekomen bent. Steek voor de stekenmarkeerder. Ik haal hem eruit. Insteken, een draad ophalen. Insteken, een draad ophalen. Omslaan door allemaal heen. De volgende twee. Een vaste. Insteken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen. Omslaan door twee. Dan de volgende en de daaropvolgende. Daar doen wij gewoon een normale vaste. En dan de laatste twee, die haken we weer samen. Nou. De laatste is wat lastig om in te steken. Zo, omslaan en doorhalen. Ja? Eén losse. Dan draai je je werk. De eerste twee, die haak je weer samen. En alle andere steken, daar maak je een gewone vaste in. De laatste twee steken, die haken we weer samen. Even kijken, nog eentje. En dan hebben we nog twee steken over. Dan halen we de stekenmarkeerder eruit. En die gaan we weer samen haken. 1, 2, omslaan. En door alle lussen op de haaknaald. Even kijken, nu zijn we aan de verkeerde kant geëindigd. En dat is helemaal prima. Want we gaan straks aan de andere kant, aan de goede kant, gaan we nog een rand hier overheen maken. Ja, maar voor nu, omslaan, nog één keer doorhalen, je schaar afknippen. Ik neem een iets langere draad, zodat ik hem straks makkelijk kan wegnaaien. En dan is dit gedeelte klaar. Zo. Pak hem even op zo. Als ik hem zo pak, valt hij dan goed. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat is even voor mijn eigen... Ja. Dat is perfect. Oké. We gaan de band maken. De band die zo om je nek heen komt. Ik heb nog een beetje van het blauwe garen over. En dat ga ik nu gebruiken voor de band om de nek. Ja? Ik steek hem in de eerste steek in. Ik haal mijn draad op. Zo. Dat is mijn eerste lus. Maar die zet ik wel even vast. Zo. Dan kan die niet meer losschieten. Dat is mijn eerste. Dan ga ik de tweede ophalen. De derde ophalen. De band deden we met 5,5 mm haaknaald. Of in ieder geval een haaknaald die groter is. Dan moet ik hem wel wisselen. Opnieuw. Ik heb hem dus ingestoken. Ja? Eén lusje heb ik nu. Ik ga naar de tweede steek. Tweede lusje. Derde steek. Derde lus. 4. 5, 6, 7, 8 lussen. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2, oh. Omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Weet je het weer? Nog een keertje.
De eerste hier slaan we over. Dan gaan we naar de tweede. Gewoon onder de verticale streep door. Onderdoor, lus ophalen en doortrekken. De onderdoor, lus overslaan. Nee, omslaan. De onderdoor. 4. 5. 6. 7. En de laatste, gewoon alleen de voorste lus, makkelijk. 8. Omslaan. Onder 1 door, omslaan. Onder 2 door, omslaan. 2. Omslaan 2. Omslaan 2. Omslaan 2. Omslaan 2. Omslaan 2. Had jij nou, in plaats van dat je echt een rotvlieg hier. Had jij nou in plaats van dat je de Tunische haaksteken deed, had jij nu gewoon de vaste gedaan, dan doe je hier ook weer gewoon de vaste. Ja? Nou, we gaan even door. Ik laat je zo weten hoeveel ik gedaan heb. Ik moet even beginnen met het maken van mijn excuses, want jij verwacht nu dat je een gedeelte krijgt waarin je gaat zien hoe ik deze band hieraan vast ga maken. Nou, ik ben nu aan het editen van de video en editen betekent bewerken van de video, hè. Gewoon dus stukjes aan elkaar plakken en zo. En ik kom erachter dat dit gedeelte gewoon mist. Ik weet zeker dat ik het opgenomen heb, dat ik het uitgelegd heb, maar het is verdwenen. Dus mijn excuses daarvoor. Het enige wat ik nu kan doen, want anders moet ik alles gaan uithalen en dat ga ik niet doen. Sorry, maar dat ga ik echt niet doen. Het enige wat ik nu voor je kan doen is vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb deze band gemaakt en ik heb gezorgd dat dit gedeelte om mijn nek past. Maar mijn hoofd moet er ook nog heen kunnen. Nou is dit gedeelte vrij krap geworden. Dus ik krijg hem over mijn hoofd heen, maar het gaat vrij krap. Het is 40 centimeter. Ik dacht net 37, maar ik heb het opgemeten, het is 40 centimeter. 40 centimeter om een volwassen hoofd is echt krap. Maar kijk, zoals je ziet, dit rekt heel erg mee. En je hebt hier ook nog deze opening die je meetelt. Ik pas hem er gewoon omheen. Dus tussen de 37 en 40 centimeter. Dan zou het moeten passen. Ja? Wat heb ik gedaan? Ik heb dit die lengte gemaakt, gepast, paste. Toen heb ik de bovenkant hier afgekant. En die lelijke zijkant, zo noem ik hem maar even, die heb ik ook afgekant. En dat gaat precies hetzelfde als bij de band. Dus weet je niet meer hoe dat moet, spoel even terug of zet de video even terug naar het gedeelte van de band. Vervolgens ben ik hier aan de bovenkant teruggegaan naar het gedeelte waar ik de band eraan zou willen zetten. En dat heb ik gedaan met halve vaste. Ja, een halve vaste is insteken, de draad ophalen en direct doorhalen op de lus op de haaknaald. Ja, dat heb ik hier aan de bovenkant gedaan tot het punt waar ik die naald vast wilde zetten, die band vast wilde zetten. Toen heb ik een langere draad overgelaten en ik heb gewoon met bovenhandse steken zo, zodat het een beetje hetzelfde eruit zou zien als aan die kant, heb ik het vastgezet. Dat is alles wat ik gedaan heb. Deze sierrand, als het goed is, heb ik daar het materiaal van. Dus het enige stukje dat mist is dit gedeelte. Sorry. Ja, dus ja, ik moet je nu even loslaten en je zal het even zelf moeten doen. Oké? Dan ga ik zo meteen weer verder met de rest van de video. Je begint met een lus op je haaknaald. Zo. Even een draadje die je straks netjes kan wegwerken. Dan ga je hier naar de hoek. Tenminste, ik begin bij de hoek. Dit is een hoek. En hier heb je dan zeg maar een band. De band die begint. Dus je begint als je zo je schort hebt, zo, dan begin je hier rechts onderin.
En als je hem aan zou trekken, dan is het links onderin. Dus op een haaknaald en dan onder de twee draadjes hierdoor steek je in en haal je direct door de lus op je haaknaald. Zo. In diezelfde steek maak ik een vaste. Mijn eerste vaste. En twee stokjes. 1 en 2. Dan sla je dit gedeelte hier over en dan zie je hier, als je hier goed kijkt, zie je hier een vaste zitten. Zie je dat? Of je ziet daar in ieder geval een gaatje. Nou, daar steek je in en daar maak je een vaste. En twee stokjes. 1, 2. Dan zoek je het volgende gaatje op. Die zit hier. Zie je dat? Nou, daar steek je in, maak je een vaste. En twee stokjes. Vind je het nou lastig om de juiste plek te vinden? Doe het dan gewoon lekker op gevoel. He, zo van, nou, als ik deze zo meet, dan komt die, als ik hem zo neerleg, dan komt die hier terecht. Nou, dan steek je hem daarin. Bij mij is dat dan precies op het juiste moment. Ja? Dus dan gewoon een beetje passen, meten, kijken wat mooi is. Gaat het niet trekken? 2 stokjes in dezelfde steek. Hier zit die volgende steek, daar steek ik in. En dat is voor mij ook gelijk de juiste plek. Daar maak ik een vaste. En dan doe je 2 stokjes. Een volgende, een vaste. En 2 stokjes. Nou, ik heb een paar meer steken gedaan. Zo. En als ik hem nu nog een keertje neerleg, zie je dat hij bij mij gewoon mooi blijft lopen. En ten opzichte van dit turquoise steekt het echt super mooi af. Ja. Ik ben daar blij mee. Nou, dit doe je helemaal totdat je hier in de hoek aangekomen bent. En dan laat ik je even zien hoe je dat aanpakt in de hoek. En dan heb je hier de laatste steek. En dan doe je een vaste. Twee stokjes. Dan draai je je werk. En dan kijk je even waar die terecht komt. Nou, bij mij, als je hem zo tegenaan legt. Zo. Dan zou het deze steek moeten zijn. En daar steek ik in. En dan maak ik een vaste. En dan kijk ik even goed. Trekt hij zo of trekt hij niet? Zo. Ja, bij mij staat hij gewoon leuk. Dus. Ik ga verder. In diezelfde steek hier. 1. 2. 1. 2 overslaan. En in de volgende een vaste. 2 stokjes. 2 overslaan. In de volgende een vaste. En zo ga je weer door. Als je nu aan het einde komt en je hebt hier aan het einde te weinig of te veel steken over, probeer hier dan iets voordat je daar bij het einde bent, een beetje te sjoemelen. Een beetje te steggelen, voetelen, hoe jij het wil noemen. Probeer gewoon zo te zorgen dat je gewoon uitkomt. Kijk, bij mij zit gewoon echt toeval, maar ik kom gewoon precies uit hier op de hoek. Zo. En daar maak ik hem vast. Als je nou niet helemaal uitkomt, gewoon doen wat het beste voor jou lijkt. Ik ga hier op de hoek precies zo door als dat ik over het lengtegedeelte deed.
Hop, zo. Zie. Begint het nou een beetje te trekken, zodat het naar boven gaat staan en je vindt dat niet mooi. Doe je er gewoon eentje minder. Dus één steek minder ertussen. Ik heb er nu twee tussen. Dan doe je er één tussen. Kijk, want hier ga ik niet uitkomen. Zal ik dat gewoon eens doen? Ik ga daar niet uitkomen. Dat zie ik nu al. Dus ik ga er gewoon eentje doen. Dan maak ik een vaste. Dan twee stokjes. 1, 2 overslaan en de volgende een vaste. Dan maak ik weer 1, 2 en dan hier in de hoek een vaste en weer 1, 2 stokjes, 2 overslaan. Maar je kan ook kijken naar waar je hem hier gedaan hebt. En hier heb ik hem hier gedaan. Zie je dat? Hier eentje en daar een. Sla ik die over en dan doe ik in de volgende. Doe ik een vaste. Want op die manier hou je het een beetje gelijk. Zie je dat? Dus dan heb je hier tegenoverliggend. Ik kan het dichterbij laten zien. Heb je die steek zitten. Dat, ja, het is gewoon net even iets mooier. Maar gewoon verdelen zoals jij dat wil. Hier en daar even een beetje een steek verspringen. In plaats van hetzelfde aantal aanhouden als wat je voorheen deed. En dan komt het helemaal goed. Nou ja, en eigenlijk doe je dit gewoon rondom. Gewoon op gevoel. Gewoon wat mooi is. Datgene wat niet gaat trekken. En dan zul je ook zien, bij, met name bij de band, hè, want hier krult hij nog aan de bovenkant. Maar hier krult hij nog aan de bovenkant, maar hier krult hij niet. Zie je dat? Dus dit zorgt er ook voor dat het krullen tegengegaan wordt. Ik ga verder. Als ik vind dat het nog ergens even nodig is om te laten zien hoe je verder gaat, dan kom ik bij je terug en anders pas aan het einde. Nou heb ik een uitdaging. Waar ga ik nu mijn steek inzetten? Nou, ik ga proberen. Kijk, want je hebt hier loopt het half rond en hier begint je band. Ik sla hier één steekje over en ik ga in de volgende en dan maak ik een vaste. Dan doe ik twee stokjes. En dan steek ik mijn steek niet hierin, maar ik steek hem hier onderdoor. En dan ga ik kijken, ziet dat er gek uit? Ja, een beetje wel. Dus ik ga terug. En dan steek ik hem wel hierin. En dan twee stokjes. 1, 2. Overslaan, maar dan kom ik hier en dan gaat hij trekken. Dus ik ga hierin steken en ik doe hem vaste. Dan leg ik hem even zo neer en dan kijk ik wat hij doet. Nou, dan pak ik toch een keer de volgende. Hier zo. Onder twee lussen doorzien. En dan doe ik daar een vaste. Dan leg ik hem nog een keer neer. En dan blijkt dat hij toch eigenlijk niet gaat trekken. Zie, dus je krijgt een beetje een gek bochtje hier, maar het is wel het mooiste. Dus is het voor jou mooier om gewoon hier in een steek in te steken? Doe dat dan. Maar vind je het toch mooier om gewoon hier in de zijkant in te steken? Dan doe je het daar. Speel met je steken. Kijk wat jij het allermooiste vindt. Oké? Okay? En dan gaan we weer lekker verder. Houd trouwens wel rekening mee dat deze band rondloopt. Dus het kan op een gegeven moment zo zijn, omdat hij aan de bovenkant zo loopt, dat twee steken te veel is. En dat je dus over moet gaan naar één steek ertussen.
Ja? Geen idee, ik zeg ook maar wat, maar dat kan ik me, daar kan ik me zoiets bij voorstellen. Twee. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik kom elke keer redelijk goed uit. Ik maak hier in de hoek een vaste. En twee stokjes. Ik leg hem hier tegenaan en dan is het denk ik hier het mooiste. En dan gaan we weer verder. Dus gewoon alles op gevoel. Neerleggen, kijken. Yes, dit vind ik mooi. Oh, en ik heb nu dit nog niet gedaan, maar dat wil ik eigenlijk wel. Dus dat ga ik straks ook nog doen aan de binnenkant hier. Ja? Nou, ik ben gewoon even verder gegaan. Ik kwam geen dingen meer tegen die ik nog niet had laten zien. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon lekker verder. En ik ben bijna bij het einde. En ja, ik haak nu snel. Maar ik ga er ook vanuit dat je nu wel weet hoe je dit moet doen. Oké, een vaste. Twee stokjes. En in de vaste van het begin van deze toer sluit ik af met een halve vaste. Ik haal één keer door. Ik laat een iets langer stukje aan de draad, aan het einde van de draad zitten. Ik knip hem af. En ik trek de draad erdoor. Dit draadje ga ik straks nog even wegnaaien. Samen met het draadje aan de achterkant. Begin- en de einddraad dus. Nou, hier zie je het wel hoor. En hier zie je, dit gaat toch een beetje krullen nog. Maar minder als dat het deed. En ook hier zie je het crème witte draadje goed lopen. Of de rand moet ik zeggen. Nou, bijna klaar. Het enige wat ik nog graag wil doen is hier de binnenkant. Dat wil ik eigenlijk nog graag doen. Dezelfde manier. Waar steek ik hem dan in? Nou, ik heb hier al die halve vaste gedaan, hè? Dan steek ik niet hieronder door, maar ik steek echt in de punt hier. Of in de hoek in. Ik moet niet de punt, een hoek zien. In de hoek in, daaronder door. Dus ik steek onder één lus van de blauwe door en onder twee lussen van de mintgroene draad. Dan pak ik mijn witte draad, maar pak jij hetgene wat de kleur die jij gebruikt hebt voor de rand. Kijk, als ik het op een andere manier doe, dan gaat het niet zoals ik wil. Dus ik doe het lekker zo. Een lus op je haaknaald, die trek je door. Ik maak hem vast met een losse. Zo. Of halve vaste, maar net hoe je hem noemen wilt. Ik steek terug in diezelfde steek en ik maak één vaste. Zo. Dan leg ik dit naar de achterkant. En dan doe ik in diezelfde steek nog twee stokjes. En omdat het een halve vaste is, wordt het een beetje krap. Zo. Ik sla weer 1, 2 over. En in de volgende een vaste. Eigenlijk is dit precies hetzelfde. Het is wel mooi als je aan het einde van deze toer een beetje uitkomt. Dus speel ook wat met je steken als dat niet helemaal gaat lukken. Vaste. Precies hetzelfde, maar nu aan de binnenkant. Ja. Nou, ik ga weer verder. En kom ik een obstakel tegen, zie je me weer terug.
Sluit af met een halve vaste. En een losse. Iets langere draad om netjes recht te naaien. Ik knip hem af. Trek mijn draad door. En ik heb de bovenkant. Nou, ik heb om de bovenkant heen gehaakt. Wat ik niet gedaan heb hier is minder steken overgeslagen. Dus ik heb hier gewoon 2 steken elke keer overgeslagen. Dus dan weet je dat ook dat ik het op die manier gedaan heb. Ja? En dan valt dit zo mooi in je nek. Eens even kijken. Ik ga alle draadjes echt naaien. Dat ga ik doen. En dan ga ik je laten zien hoe die geworden is. Ja, tot zo. Yes, alle draadjes echt genaaid. Ja, helaas past hij niet helemaal in beeld. Maar ik zal nog even een foto plaatsen. Misschien dat het lukt om dat hier overheen te doen. Dat je hier nog een foto staat. En anders heb je ze natuurlijk al lang aan het begin van de video gezien. Ja. Dit is echt een tutorial met een lach en een traan. Ik heb veel uitgehaald. Ik heb veel opnieuw gehaakt. Daar zien jullie in de video niets van terug. Wellicht later keer in een blooper video. Als ik alles aan blooper materiaal bewaard heb. Het resultaat, ja, ik ben daar super, super blij mee. Echt super blij mee. Het heeft wat maanden gekost om hem nou ja, zo te bedenken. Als dat ik hem graag wilde hebben. En laat ik maar zo zeggen, weet je. Iedereen heeft nu de kans gehad om lekker zomervakantie te vieren. En dan gaan we nu weer verder met de uitdaging. Toch? Nou. Dat had ik misschien beter aan het begin van de video kunnen zetten. Maar ja, het komt nu in één keer in me op. Anyway, de uitdaging. Fon, ik ga jou uitdagen om ook de keukenschort te haken. Je hoeft hem niet exact hetzelfde te haken als dat ik hem gehaakt heb. Maar wat ik wel graag wil, is dat jij hem verder gaat pimpen. Want dit is echt nog een basis. Er kan nog zoveel meer bij. Ik bedoel, eigenlijk mis ik gewoon nog dingen aan de keukenschort. En ik hoop dat jij datgene wat ik mis, kan aanvullen. En als ik jou een beetje heb leren kennen, weet ik zeker dat je dat nou, fantastisch gaat doen. Dus ik daag jou uit om de keukenschort te pimpen. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Heel veel plezier. En ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het kijken. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. Ik hoop dat je keihard geniet. Dag!